Welkom bij Opgelicht, de eerste aflevering in dit nieuwe jaar. Aandacht voor twee zaken met verrassende ontwikkelingen en een lang verwachte ontknoping. Met een loverboy op leeftijd die het vooral op oudere dames gemunt heeft. Cor Buurman, u heeft een paar hele verschillende namen opgegeven. U zegt dat u Roel van Zitteren bent, Steven Raaimakers, maar ook Cor Buurman. Ja. Klopt dat? Ja, ik ben Cor Buurman. Maar waarom gebruikt u die andere namen ook? Van die met jullie in aanraking gekomen. Straks het complete verhaal over Cor Buurman. Zo af en toe behandelt Opgelicht verhalen die een blijvende indruk achterlaten. Het verhaal van Serge van der Wulp uit mei 2007 is er zo één. Al meer dan een half jaar is deze innemende Brabander op de vlucht voor justitie en een leger aan schuldeisers. Zijn slachtoffers, in dit geval meestal jonge vrouwen, blijven berooid en gebroken achter. We frissen uw geheugen nog even op. Waarom moest je mij dit aandoen? Ik ben altijd eerlijk tegen je geweest. Ik heb je een kans op een gezin gegeven. Ach, u bent meneer Jansen. Als het ware voel je hem, proef je hem, ruik je hem elke dag. Philips? Nee, je bent Serge, hè? Ja. Serge. Want de slachtoffers die komen er moeilijker vanaf. Als degene die het veroorzaakt heeft. Zeg jullie nou eens even, hè? Als mannen onder elkaar. Hè? Ik ben een kloot, hoe kom ik daaruit? Het is april 2007, wanneer Opgelicht in contact komt met de slachtoffers van Serge van der Wulp. Maar liefst 12 vrouwen leren elkaar kennen wanneer ex-vriendin Davina haar verhaal doet in het RTL5-programma First Wives Club. Ja, ja, nou, ik geloof het allemaal niet. Nee, maar hoeft ook niet. Ik geloof het aan jezelf. Zorg het voor je. Al snel blijkt dat Davina niet de enige is. Serge heeft een voorliefde voor jonge vrouwen die hij via datingsites ontmoet. Daarop presenteert hij zich stevast als een gearriveerd zakenman die zijn geld in vastgoed en in de paardenhandel verdient. Hij sprak altijd heel makkelijk over geld. En ook over hele grote bedragen. Wanneer het contact eenmaal is gelegd, beginnen al snel de leugens. Zo gebruikt Serge zelfs de bankrekening van een van zijn slachtoffers voor zijn oplichtingspraktijken. Tegenover Opgelicht vertellen enkele dames hoe ze in zijn val zijn gelopen. Hij was in het begin, dacht ik, echt mijn droomman. Hij was attent, hij was charmant, hij zag er goed uit. Hij had net zijn verjaardag gevierd in Saint-Tropez in zijn huis. En Marco Borsato had daar opgetreden. Het was allemaal één groot sprookje. En het andere moment kan hij gewoon een beest zijn. Vooral het verhaal van Isanne Bergsma maakt diepe indruk. In de tijd dat ze met Serge doorbrengt, moet ze bijna 20 keer verhuizen omdat hij de huur niet betaalt. Ook haalt Serge haar over om samen het bedrijf Equitan op te richten. Maar het startkapitaal van 45.000 euro verdwijnt spoorloos, evenals Serge. Zijn intentie is dus achteraf, denk ik, geweest om dus zoveel mogelijk spullen en centjes en noem het allemaal maar op die Equitan te zetten. En ja, er eigenlijk meiden mee te laten zitten, want ja, het frustrerende is, ik zit nu met een behoorlijke schuld en ik zit in de schuldsanering en ik moet het met twee kindjes voor 80 euro in een week moet ik het doen. Opgelicht weet Serge te traceren in Duitsland, waar hij zich onder een valse naam schuilhoudt in een hotel. Even wachten. Je bent meneer Jansen van Philips? Nee, je bent Serge, hè? Ja. Serge van der Wulp. Ja. Heb je een moment? Ja, leg de telefoon even neer, Serge. Ik ben Erik Bootsman van de Tros Televisie. Ja. Ik zou je graag wat vragen willen stellen. Opgelicht. En u zit zij met twee kleine kindjes thuis. Ja, dat klopt. Maar goed, ik ben... En zij moeten rondkomen van een minimaal bedrag. Dat klopt ook. Weet je dat die moeder van die kinderen... Ik denk dat voor mijn kinderen dat ik heel goed ben geweest. En ik heb... Serge, dit meen je niet. Ja, hoezo? Ik heb er onlangs nog twee dozen met kleren naartoe gestuurd met Pasen. Voor hartstikke veel geld kleren. Ik heb er vanaf augustus 2006 tot januari 2007 heb ik er bijna 20.000 euro naartoe gebracht. Ja. Dus ik vind het echt meer dan genoeg. Waarom moest je mij dit aandoen? Ik ben altijd eerlijk tegen je geweest. Ik heb je een kans op een gezin gegeven. Normaal manier van leven. Maar dat is gewoon niet gelukt.
We hebben sindsdien heel veel reacties gehad en daaruit blijkt dat Serge nog veel meer slachtoffers heeft gemaakt dan we aanvankelijk dachten. Serge, die zonder vaste woon- of verblijfplaats rondzwerft, houdt namelijk wel van een zacht bedje en een goede maaltijd. In de studio Peter D'Emiliano, welkom. U bent kok bij Hotel Eenhoorn in Oostbrug. En u had een beetje pech, hè, want hij kwam voor de uitzending bij u langs. Ja, dat klopt. Op dinsdag 27 maart werd er gebeld. Zogenaamd van ASML, dat ze iemand hadden die in de buurt werkzaamheden moest verrichten. En of dat ze onderkomen hadden voor Sergio Janssen, zo heette die. Om een aantal nachten bij ons te logeren. U dacht, dat is een groot bedrijf, dus dat is vertrouwd. Hij kwam om in te checken en kon hij zich legitimeren? Het was een beetje vreemd, want hij kwam binnen bij ons. Ongeveer anderhalf uur nadat hij gebeld had. En hij had ontzettende hoofdpijn, want hij zei dat hij was geopereerd aan een hersentumor. Wij hebben die man een paar aspirintjes meegegeven en hij is gelijk naar boven vertrokken. En verder hebben we hem niet meer gezien, maar de rest zou in orde komen. Ja. En de vrijdagnacht is hij spoelloos verdwenen. Vertrokken. Heeft u behalve de kosten voor het hotel ook nog nieuwe sloten gekocht? Hè? Ja, klopt. Ja, maar hij heeft de sleutel van de voordeur meegenomen. Iedere hotelgast heeft dus een sleutel van de kamer en van de voordeur. Dus alles moet vernieuwen. Ja. Nou, Lexke en Isanne zien elkaar nog regelmatig en wij zochten ze op in Harlingen. Een half jaar later ziet het leven er voor de slachtoffers van Serge heel anders uit. Al blijft de angst voor zijn streken altijd aanwezig. Leuk je te zien. Ja, kom verder. De ellende is er nog steeds natuurlijk. Maar je kan nu wel een plekje geven. Dat is wel, vind ik wel heel erg fijn. Ja, er zijn natuurlijk nog best wel veel schuldeisers die nog steeds op mij het willen verhalen. Maar er zijn al schuldeisers geweest die hebben gezegd van nou, stuur een brief en we hebben je verhaal op televisie gezien en wij proberen het gewoon op hem te verhalen, mochten we hem ooit vinden. Het is naar buiten gebracht, hoewel ik er natuurlijk niet trots op ben wat ik mee heb gemaakt. Maar door het altijd bij je te houden, werd het in mezelf een opeenstapeling van emotie, waardoor het die uitzending zelf heel moeilijk was. Maar ik ben wel heel blij dat ik het gedaan heb. Na de uitzending werden Lexke en Isanne bedolven onder de steunbetuigingen, waarvan sommigen uit een wel heel onverwachte hoek. De dag na de uitzending keek ik naar buiten. Het stond daar een behoorlijk gebrede, kalende, getatoeëerde man voor de deur. Dus ik schrok enorm. Ik dacht, hij heeft iemand op me afgestuurd. Toen deed ik de deur open. En het geval wilde dat die man even wilde laten weten dat hij het verschrikkelijk erg vond wat ik mee had gemaakt en mij een knuffel gaf en een telefoonnummer en dat de knokploeg klaar stond, dat als meneer in de buurt was, dat ik dan maar kon bellen. Laatst was er een mevrouw in het ziekenhuis bij mijn moeder, waar mijn moeder werkt. En die kwam echt met een enorme tas met speelgoed aanzetten en lekkere dingen erin en een envelop vol met geld van koop alsjeblieft iets leuks voor de kinderen. Ja, en dat zijn gewoon echt dingen die mij echt raken, zo van, ja, voor mij zo'n groot gebaar. Serge is afgelopen september tot een half jaar cel veroordeeld voor oplichting van een serie hotels. Of hij die straf ook daadwerkelijk gaat uitzitten, is nog maar de vraag. Het afgelopen jaar zwerft Serge door Duitsland en Oostenrijk en valt hij Lexke en Isanne nog regelmatig lastig. Hij belt me regelmatig en dan hoor je aan de toon hoe het gesprek zal lopen. En dan de een moment heb jij alles gedaan, de ander moment dan zegt hij dat Isanne alles heeft gedaan. Speelt dus echt tegen elkaar uit, hè? Ja. Dat is ook echt een tactiekje. Belt hij eerst haar, dan mij en andersom. Ja. Als hij belt, soms wel een paar keer per dag, dan beheerst het je hele dag weer. Ja. En dan gaat je hele dag ook weer anders zoals je eigenlijk gewild had. Want je hebt toch weer een stukje spanning op die dag te pakken. Maar op een of andere manier blijf je er toch een beetje bij betrokken. En wil je eigenlijk altijd wel uitvogelen waar die zit. Omdat je magnetralies wil hebben? Natuurlijk. Ja, we willen hem allemaal op de plek hebben waar hij moet zijn. Is het beter voor hem en beter voor iedereen, denk ik. Ik zie zeker een leven zonder Serge, ja. Maar het wordt gewoon heel erg moeilijk gemaakt door alles wat je nu nog op je pad hebt. Met alle financiële ellende. En dat sloopt je echt enorm gewoon. Elke dag sta je ermee op en ga je ermee in bed. Ja. Gaat elke dag. Helaas.
Dat Serge zijn streken nog niet verleerd is, dat blijkt wel wanneer we opnieuw naar hem op zoek gaan. We volgen het spoor door Duitsland, waar Serge zich schuilhoudt voor de Nederlandse justitie. Natuurlijk heb ik mensen benaderd en dat is ook niet goed. Dan ben ik ook een klootzak in geweest. Ja. Gewoon een teringleier, een huftig. Daar heb je gelijk in. Ja. Heb je gelijk in. Maar wat ga je eraan doen dan nu? Ik moet stoppen. Afgelopen mei moet het team van Opgelicht gedwongen afscheid nemen van Serge. Via de hotelmanager proberen we hem nog tot betalen te dwingen. Maar die laat zich door de charmante Serge inpakken. Dan kunnen we even gaan voor de politie over. Wat is in Liba? Ik wil even met iemand spreken. Ja. Persoonlijk. Oké. Dat is goed, hè? Ja, is goed. Ja, natuurlijk. Ja. Die nacht vertrekt Serge zonder een cent op tafel te leggen. Tegenover zijn slachtoffers beweert hij in Oost-Europa te zitten, maar in werkelijkheid zwerft hij door Duitsland. In juli probeert hij zijn slag te slaan op een dressuurstal bij Rostock. He said to send us an email and asked to be in touch. He presented himself as Olivier Bonnet, a horse dealer from Belgium, and said that he is building up a new stud farm and is looking for a couple of international class stallions. So we invited him to come here and look at the horses. When he left, he said he has lost his purse and he made us pay the hotel and he made us give him some cash for the train ticket. Ook ontvangen diverse gedupeerden e-mails van een mysterieuze advocaat, genaamd Janneke Winkel. Daniel de Geest, eigenaar van dressuurstal Moldershof, krijgt een aantal paarden aangeboden op voorwaarde dat hij alle klachten intrekt. Dat was duidelijk weer op het einde een zet van Serge van der Wulp. U geloofde dat mailtje niet? Nee, dat was vrij snel niet meer te geloven als je achterhaalt dat die mevrouw Janneke Winkel geen advocaat is aan de balie in Nederland en zo. Dan weet je snel genoeg dat het opzij te leggen is, maar ondertussen zat je er toch maar weer mee. Hierna blijft het lang stil. Serge laat niets van zich horen en lijkt in rook opgegaan. Wanneer we begin december het dossier heropenen, komen we hem weer op het spoor in het zuiden van Duitsland. Kort daarna gaat de telefoon. Die zeggen alleen dat 80% van degenen die er spelen, dat zwaar overtrokken is of totaal niet waar is. Kijk, als ik iemand vermoord heb, dan moet je er ook voor staan. Mm-hmm. En dat is hetzelfde als ik voor die hotels, dat heb ik allemaal eerlijk bekend destijds bij de politie. Dat is een hele achterliggende gedachte. Ik heb me laten onderzoeken door therapeuten, waarop die mensen dus met een heel andere uitkomst komen en zeggen van nou ja, zo en zo en zo. En dat schijnt toch allemaal een beetje anders te liggen. Ja, maar goed, dat gaat natuurlijk voorbij aan het feit dat u daar allemaal valse namen ingecheckt had in het hotel. Nou ja, dat zijn toch ook wel andere genuanceerde redenen voor waarom ik dat destijds gedaan heb. En justitie weet het zelf ook, dat er dus vergaande plannen lagen om mij zelfs uit de weg te ruimen. Ik ben alles kwijtgeraakt. Alles kwijtgeraakt. Weer alles kwijtgeraakt. Isanne heb ik alles achtergelaten van mij. Alles. Ze noemen haar in dat dorp waar ze woont de beste bijstandsmoeder van Haarlingen. Yeah. Ik ben gewoon door jullie, waar ik ook bewijsstukken nu van heb, gewoon erin geluisterd. En dat ga ik ook aantonen ook. Ja, op wat voor manier bent u erin geluisterd? Ah, dat is verder niet zo heel relevant. Ik ga daar verder geen uitspraak over doen. Maar u kunt echt van mij aannemen, dat zweer ik op de dood van mijn twee meisjes, dat zo is. Ja, laat die meisjes er maar buiten, hè, als je zo ingeluisterd bent. Wij blijven ondertussen natuurlijk zeer geïnteresseerd in de huidige verblijfplaats van Serge van der Wulp. Dus mocht u iets te oren komen, laat het ons weten. Heeft u informatie over de verhalen uit de uitzending of bent u zelf slachtoffer? Bel dan 0900 opgelicht, oftewel 0900 674 3542. Heeft u een tip? Mail of schrijf ons dan. opgelicht@tros.nl of Tros opgelicht. Postbus 28 3x5 1202 LP Hilversum. Nu opnieuw aandacht voor de zaak Cor Buurman. Een man die al 5 jaar lang keer op keer de dans weet te ontspringen. Sinds 2003 speurt opgelicht tevergeefs naar hem. Maar het nieuwe jaar is ons goedgezind. De gewetenloze charmeur op leeftijd belooft oudere vrouwen een gouden toekomst. Hij weet in korte tijd hun liefde en vertrouwen te winnen en berooft ze daarna van hun geld. Een beroepsoplichter die iedere keer weer stilletjes weet te verdwijnen. Cor Buurman, alias Pieter Buurman, gebruikt ook wel de namen Pieter Rijmakers en Roel van Zitteren. Opgelicht zoekt hem al 5 jaar zonder enig resultaat. Cor B., een zaak over een oude bekende. Ondanks zijn misschien sympathieke voorkomen, is dit bepaald niet de ideale man.
Wie hem voor het eerst ziet, denkt niet dat Cor Buurman in feite een zwerver is. Een man die niet meer bezit dan de kleding die hij aan heeft. Buurman is ongrijpbaar voor alle officiële instanties. Hij heeft geen geldig SOFI-nummer, geen bankrekening, geen inkomen en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Toch slaapt Cor Buurman iedere nacht in een warm bed. Heel efficiënt regelt hij steeds opnieuw een ander slachtoffer. Buurman haalt zijn prooi binnen via datingsites. Als een ontmoeting plaatsvindt, wurmt hij zich binnen de kortste keren het leven van zijn slachtoffer binnen. Heb je nog een glaasje wijn? Nog eentje dan. Cor, weet je dat het 12:30 is? Straks mis je je laatste trein nog. Door is dat zo laat. Mm-hmm. Hoe laat gaat hij eigenlijk? 12:30. En zo laten zijn slachtoffers een totaal vreemde man bij hen thuis logeren. In 2003 overkomt dit Henny. Ja, ik vond het een beetje vreemd, maar ja, ik zit ook niet iemand meer weer op straat. Buurman imponeert vrouwen met twee verhalen die hij telkens weer oplepelt. Of hij is een rijke zakenman in dienst bij Philips, of hij is directeur van een bedrijf in medische apparatuur. Ik heb trouwens goed nieuws. Oh ja? Ja. Vertel. Nou, ik heb gisteren te horen gekregen dat ik mijn villa in Naarden voor 2,4 miljoen euro kan verkopen. Oh ja? Wat goed zeg! Ja, dat betekent trouwens wel dat ik even zonder woonruimte kom te zitten. Nou ja, is toch geen probleem? Dan blijf je toch zo lang bij mij, totdat je iets anders hebt gevonden? Dat is lief van je. Nou, je spullen kun je bovenop slaan. Ja, dat was ik je vergeten te vertellen. Die staan op de zaak. Maar ik zal een paar jongens van me vragen om ze hierheen te brengen. Mm-hmm. Ja? Oké, prima. Doen we. Oké. Maar ja, dat is nooit gebeurd. Vond ik al vreemd natuurlijk. Dus ik ging er steeds op aandringen. Joh, waar blijven je spullen? Want hij had geen kleren. Hij zou een pc hier krijgen. Hij gebruikte mijn pc. Ik heb kleren voor hem lopen kopen. Hij heeft het kleren van mij aangetrokken. Ja, het bleef maar uit. Deze smoesjesmaker heeft iedere keer een ander excuus voor zijn gebrek aan geld. Op het moment dat zijn slachtoffers achterdochtig worden, lijkt hij royaal uit te pakken. Heerlijke auto. Nou, dan nemen we hem toch. Hey, kom op. Hij ging voor mij een auto kopen en voor zichzelf ook een auto. Dat was al eerder besproken. En we kwamen dan bij een Toyota dealer terecht. Hij kocht voor mij een RAV, een Toyota RAV4. En voor hem zelf een Previa. Op het moment dat de betaling binnen is, dan leveren we zo snel en keurig mogelijk bij jullie af. En dan komt dat allemaal voor elkaar. Hij zou zomaar een huis kopen. Nou ja, ik had nog zoiets van, ja, een huis kopen. Ik zei, nou, ik ga geen huis kopen. Nee, ik koop een huis en wij gaan daar dan wonen. Na het tekenen van de koopcontracten komt de aap uit de mouw. Cor heeft geen cent te makken. Daar komen de autodealer en makelaar al snel achter. Hallo, dat is onverwacht. Ik wist niet dat... Wie bent u eigenlijk? Ik vrees dat ik niet helemaal begrijp wat u bedoelt. Volgens dit contract bent u als de koopsom schuldig voor de boerderij die u bij ons gekocht heeft. Cor? Niets aan de hand. Een misverstand. Een misverstand? Ik zou graag uw paspoort willen zien. U staat namelijk nergens ingeschreven. De vrouwen tekenen het contract ook vaak. Als Cor Buurman verdwenen is, blijven ze zitten met torenhoge annuleringskosten. Bovendien plundert de charmeur op leeftijd ook hun bankrekening. Nou, hij misbruikt gewoon mensen. Mij in dit geval. En een ander ook. Maar ik ga voor mezelf, dus mij heeft hij gebruikt. Zodra zijn bedrog aan het licht komt, vertrekt hij als een dief in de nacht. Met al het geld dat hij op dat moment mee kan graaien. De ervaring leert dat Buurman binnen een dag of twee zal intrekken bij een nieuw slachtoffer. Sinds die uitzending in 2003 spreken we 6 vrouwen die op deze manier zijn benadeeld door Cor Buurman. En de lijst groeit. Tegenwoordig heeft Cor een nieuwe werkwijze. Zodra hij door de mand valt en moet vluchten voor woedende geldeisers, zoekt hij een nieuw tijdelijk onderkomen. In een ziekenhuis. Als de grond Buurman te heet onder de voeten wordt, meldt hij zich bij de EHBO van een ziekenhuis. Daar doet hij alsof hij net een ernstige attack heeft gehad. Artsen geloven hem, want in het verleden heeft hij werkelijk letsel opgelopen en de littekens zijn bij een scan nog altijd zichtbaar. Bovendien heeft Cor Buurman werkelijk een zwakke gezondheid. Hij draagt een stoma en heeft last van zijn nieren.
constante verpleging is er echter niet voor nodig. Maar buurman smoest zich zo wel al tijden verschillende ziekenhuizen binnen. Op het moment dat hij genezen wordt verklaard, wandelt hij nog dezelfde dag met dezelfde smoes het volgende ziekenhuis of revalidatiecentrum binnen. En tijdens zijn aangenaam gratis verblijf in Hotel Ziekenhuis zoekt hij zijn prooi. Op de revalidatieafdeling slaat hij kwetsbare oudere vrouwen aan de haak. Dit overkomt ook Annelies Raar. Het was eigenlijk na een paar dagen of we echt elkaar al jaren konden, het klikte. En de laatste twee dagen voor ik naar huis te ging, kwam ik toevallig naast hem op de kamer te liggen, naast de bedden naast elkaar. Dus dat was natuurlijk eigenlijk helemaal lol natuurlijk. Ook Joke Hogeboom knoopt een vriendschap aan met Cor Buurman. Als je op zo'n afdeling zit, voel je je toch wel vrij snel op je gemak, denk ik. Je maakt snel vrienden. Dat vond die Cor Buurman ook wel, denk ik. En daardoor maakt hij misbruik van mensen om mensen in te palmen. Cor Buurman die was dus opgenomen met een herseninfarct. En mensen met een herseninfarct hebben meestal wel een uitval van het een of het ander. Maar dat had hij dus helemaal niet. Hij zat in de rolstoel toen ik wegging. Na drie dagen liep hij met een driepoot. En daarna was het eigenlijk over, liep hij weer gewoon. Had verder helemaal geen last meer van zijn handen, niks. Hij was weer kerngezond. Ja, dat vond ik wel een beetje vreemd, maar goed. Beide vrouwen zijn weduwe en hebben het zwaar. Ze tobben met hun gezondheid. Daar maakt buurman dankbaar misbruik van. Hij belooft bijvoorbeeld dure behandelingen in het buitenland. Ik was ook niet verliefd op hem of zo, maar hij palmde me een beetje in omdat hij echt van plan was om met mij naar Amerika te gaan. En dat ik daar in ieder geval een stukje beter van zou worden. Op een gegeven moment, ja, je groeit zo, je krijgt lieve woorden. Ja, ik was natuurlijk ook alleen, ik heb wel veel meegemaakt. En ik was natuurlijk blij dat ik een lief woordje kreeg. Ik werd aangehaald, er werd voor me gekookt. Dus eigenlijk, op die manier heeft hij me eigenlijk helemaal ingepalmd. Al snel trekt Cor Buurman in bij zijn nieuwe slachtoffer. Op een gegeven moment stond hij hier voor de deur of hij bij mij een paar dagen moet logeren, want zijn huis was in de verbouwing. Twee dagen of zo heeft hij hierbij ingewoond. En toen zegt hij van, ik ga een auto kopen. Cor Buurman is niet erg origineel. Hij wijkt zelden af van zijn beproefde methode. De praatjes, smoesjes en beloftes zijn identiek. En hij werkte bij Philips. Hij zei van, we gaan samen een auto kopen. Weer een vakantie naar Amerika, waar niet doorgegaan is. Hij was hartstikke rijk. Hij was hartstikke rijk en hij was geleerd. De vakantie twee keer naar Oostenrijk. Eén keer alleenig, met z'n tweeën. En dan de tweede keer met mijn vriendin, die dan ook opgelicht heeft. Het blijft niet alleen bij geannuleerde vakanties. Als buurman hem smeert, zijn de consequenties voor zijn slachtoffers. De annuleringskosten van zijn fantastische aankopen zijn voor hun rekening. Ik heb zo ongeveer 10.000 euro schade. En waarschijnlijk komt er dus nog wel meer bij. Tot overmaat van ramp ontfutselt buurman pincodes van zijn vriendinnen. En dan moest ik wel eens betalen. Maar goed, ik kon af en toe niet goed bij die pindingen komen. En dan zei hij, ik help je wel even. En dan, argeloos als ik was, zei ik zo mijn pincode tegen hem. Nou, en dat heeft hij hartstikke goed onthouden natuurlijk. En nou ja, dan gingen we s'avonds weer terug. En op een gegeven moment was ik een keer mijn pas kwijt. Ik denk, vader vieze huftig. Want toen bleek dus dat hij vanuit mijn portemonnee mijn rijbewijs heeft gepakt. Mijn officiële bankpas. Die bankpas heeft ingeleverd met de pincode. En dezelfde pincode terug heeft gevraagd. Cor Buurman heeft 1100 euro van me weggehaald. Want hij pinde gewoon op mijn pasje. In 2003 melden zich ook al verschillende anonieme vrouwen bij opgelicht. Een vader vertelt ons dat zijn dochter 20.000 euro aan buurman verliest. Op het moment dat onze dochter tijdens de verblijf in het revalidatiecentrum boodschappen mocht doen. En hij was zo hulpvaardig om dan even over de schouder mee te kijken welke pincode er dan ingetikt werd. De ware aard van buurman komt boven als de liefde over is. Dan ontpopt de charmeur zich tot een wreed mens.
Van mevrouw Raar steelt hij de ziektepolis en het Sophie-nummer van haar overleden man en vernielt de rouwlinten. Dat is nog het ergste. Wat zo dierbaar is. Want wat ik nu in die kast heb, dat is niet meer van mij en niet meer van mijn man. Dat vind ik even goed. Ik heb gewoon het gevoel van, gooi dat ook maar weer. Want dat is niet meer. Dat is de waarde niet meer. Je hebt nou gewoon een scheur in het lint gemaakt, ja. Dat is ongelooflijk. Die man is echt gestoord. Ik denk alleen maar, het is een schoft en een grote oplichter. Na een oproep in Opgelicht doorziet de zoon van mevrouw Hogeboom buurman spel. Toen kwam mijn zoon thuis hier. En die zei van, achter die, of toen zei hij van, die Cor, die klapt helemaal niks van. En hij is op televisie geweest en troost Opgelicht zit achter de man. En nou, hij ligt de hele boel op. En ja, toen had ik ook wel zoiets van, er klopt iets niet. Hij vloog hier de deur uit, maar Sylvan dus achter de man. En die heeft hem dus bijna knock-out geslagen, hoor. Het is een laffenboy. Een oude, vieze, smerige laffenboy. Alleen zitten de mensen niet achter de ramen. Maar gleed ze wel verschrikkelijk uit. Welkom in de studio, Annelies Raar. We zagen u net al in het filmpje. U heeft een vriendin meegenomen en uw zus meegenomen. Mevrouw Van Uden, u bent vriendin. U heeft ook geld geleend, geloof ik, hè? Aan ja, Cor 1000 Buurman. Euro. Ja, heb ik hem geleend. En dat zou u heel snel teruggeven? Die zou ik me heel snel terugbrengen in een witte envelop. En toen kwam hij op een avond bij me. En toen zegt hij, sorry, maar Annelies is wat in de war en ik kan de envelop niet meer vinden. Ja. En zo is dat gebeurd en hij ging weg. U lijkt me helemaal niet in de war, mevrouw. Nee, ik... Nou, volgens de heer Buurman dus wel. En ik was ook heel verbouwereerd dat werd gezegd. Ja, want u wist nergens van, hè, van die leden. Ik wist dus nergens van. Nee. Achteraf heeft hij dat ook heel veel tegen buren en kennissen gezegd. Dat ik gewoon in de war was. Nou, we komen zo nog even bij u terug. Want op onze redactie melden zich al 5 jaar regelmatig slachtoffers met schrijnende ervaringen. En wij willen Cor Buurman graag aan de tand voelen, als we hem tenminste kunnen vinden. Cor Pieter Buurman is hardleers. In 2005 wordt hij door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld voor 7 oplichtingszaken. Hij moet 11 maanden zitten en €1.440 aan slachtoffers betalen. Zodra zijn celstraf erop zit, duikt Buurman onder. Hij is niet te traceren. Maar de redactie van Opgelicht geeft het onderzoek niet zomaar op. Sinds 2003, de start van dit dossier, doen wij verschillende oproepen in ons programma. Hiervoor hebben we deze week uw hulp nodig in een zaak over een oude bekende. Dat Cor B. nu ineens zijn leven radicaal zal beteren, lijkt niet erg waarschijnlijk. Helaas leveren de oproepen weinig op. Door de jaren heen krijgt de redactie regelmatig oude eigendommen van Buurman in handen. Spullen die Cor Buurman heeft achtergelaten bij bedrogen ex-geliefden. We vinden bijvoorbeeld een agenda uit 2006... waarin verschillende namen van toekomstige slachtoffers genoteerd staan. Buurman houdt nauwgezet bij met welke vrouw hij chat of belt. En ook welke valse naam hij daarvoor gebruikt. Daarnaast ontdekken we via een oude laptop die Buurman ergens laat liggen op welke datingsites hij actief is. Uit de inhoud van zijn mailtjes blijkt dat Buurman het niet zo nauw neemt met de waarheid. Zo gebruikt hij de inmiddels bekende schuilnamen als Van Zitteren en Raaimakers. Hij plaatst foto's waarin zijn uiterlijk sterk afwijkt van zijn normale voorkomen. Bovendien stelt hij zich voor als weduwnaar. In werkelijkheid is hij gescheiden en kinderloos en heeft hij geen enkel contact met familieleden. Opgelicht zit Cor Buurman op de hielen, maar hij ontglipt ons telkens. Via informatie van zijn voorlaatste slachtoffer vermoeden we dat Buurman zich binnen heeft gesmoest in dit Haarlemse ziekenhuis. Maar ook hier vissen we achter het net. Als op een van zijn valse adressen een rekening binnenvalt voor een privé-televisie op de ziekenzaal, blijkt dat Buurman alweer is ontslagen. Buurmans valse adressen zijn slim gekozen. Hier is een woongroep voor gehandicapten gevestigd. Buurman zelf heeft er nooit gewoond. Toevallig staat het nu leeg. Bij opgave van het volgende nepadres bestaat het huisnummer niet eens.
Cor Buurmans meest recente poging om te parasiteren mislukt. Een vrouw uit het Brabantse Dongen laat Buurman in haar huis logeren. Tot ze via onze website ontdekt dat hij een duister verleden heeft. Na slechts één nacht wordt hij al weggestuurd. Buurman vlucht, net voordat we hem voor onze camera kunnen krijgen. Opgelicht vermoedt dat Buurman op deze korte termijn geen nieuw slachtoffer heeft kunnen regelen. Daarom zoekt de redactie heel Nederland af, onder meer bij opvanghuizen voor daklozen. Maar niemand heeft gehoord van Cor of Pieter Buurman. We bellen alle ziekenhuizen in Nederland. Na tientallen telefoontjes is het raak. We schakelen de politie in. Was opgelicht. Wij weten waar Cor Buurman zich bevindt. Ja, ja, dank u wel. Volgens de politie staat er een landelijk opsporingsbevel uit. We wachten tot Buurman naar de hoofdingang gestuurd wordt. Cor Buurman, u heeft een paar hele verschillende namen opgegeven. U zegt dat u Roel van Zitteren bent, Steven Raaimakers, maar ook Cor Buurman. Ja. Klopt dat? Ja, ik ben Cor Buurman. Maar waarom gebruikt u die andere namen ook? Om van niet met jullie in aanraking te komen. Om niet met ons in aanraking te komen? Goedemiddag. Wij willen u graag namelijk wat meer vragen stellen. Er zijn ontzettend veel vrouwen die ons de afgelopen 4 jaar hebben gebeld. Ja. Die voelen zich enorm bedonderd door u. Mm-hmm. Heel veel vrouwen zeggen dat u ze een gouden toekomst belooft. Dat u huizen bestelt en auto's bestelt. Laat u die vrouwen voor opdraaien. Klopt dat? Mag ik er even tussenkomen? Dat mag ik. U bent aangehouden? U bent aangehouden voor oplichting. Mag ik mijn spullen erboven even pakken? Dat zullen we later wel zorgen. Ja, doe maar aan de voorkant. Ja. U heeft echt voor duizenden euro's schade aangericht. Maar het ergste is nog, u heeft de harten van heel veel vrouwen gebroken, meneer Buurman. Wat zegt u daarop? Weinig, hè? Weet u, er zijn zoveel vrouwen. We hebben vrouwen uit Goes. Kijk, wie hebben we daar? Dat is mevrouw Raar. Die kent u misschien nog wel. Daar bent u in september bij weggelopen. En u heeft haar hele bankrekening leeggeroofd. Wilt u niet eens wat tegen haar zeggen voordat u zo weggaat? Mag het niet? Nee, het mag niet. Dit. Meneer Buurman, bedankt voor alles. Mag niet, Lies. Mag niet, is er gezegd. Top, toppie. Nou, mevrouw Raar en uw zus, toppie, vond u het, of niet? Ja. 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 Want hij heeft u veel geld afhanden gemaakt. Redt u het nou een beetje? Het gaat nu redelijk. Ik kan me weer behoorlijk maar krapjes aan rondkomen. Ja. Uw zus helpt u geloof ik een beetje, niet waar? Ja. Ja? U slaat zich er bij te een beetje doorheen. Ja, toen ik op een gegeven moment hoorde dat ik ken hem dus als Pieter. Dat Pieter de Rit had aangenomen en Annelies met een enorme schuld achter zich bleef. Hebben wij aangeboden om haar te helpen. Ja. Met welk gevoel bent u naar huis gegaan nadat hij in die auto verdween? Wat voor een gevoel. Gevoel van blijheid dat we hem dus hebben kunnen bepakken. Op de eerste plaats voor mezelf, dat hij dus mij heeft aangedaan. Heel veel verdriet, wat al op de camera geweest is over de spullen van mijn overleden man heb gezeten. Dat is dus het ergste. En dat er nu mensen, dat hij nu vastzit en dat hij voorlopig geen andere dames kan oplichten en kwetsen. Ja, mooi gezegd. Nou, Cor Buurman is in december voor de Raadkamer verschenen en toen is besloten om hem nog 30 dagen vast te houden. Onder meer omdat een ziektekostenverzekeraar nog 1,5 ton van hem krijgt. Wij laten u weten hoe de rechtsgang zich verder ontwikkelt. Ik dank u heel hartelijk voor de medewerking.
Ja, en dit was Opgelicht voor vanavond. Belt u met 0900 674 3542 als u informatie heeft over de zaken uit deze uitzending. Bent u zelf het slachtoffer geworden van oplichting? Mailt u dan naar opgelicht@tros.nl. Voor nu een fijne avond verder en graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Het leukste en beste op tros.nl.